Op vrijdag de 13e wagen we ons aan een trip naar Sporthal de Veldmuis. Real Gerardsbergen ontvangt daar Cappuccino Waregem. Een duel tussen twee ploegen die de stap van tweede naar eerste zetten. Real Gerardsbergen zette die stap via de play-offs. Waregem werd kampioen. Het eerste gevaar komt van de thuisploeg. Meer dan een schepcorner haalt Trezigny er niet uit. Waregem kent het belang van deze wedstrijd. Voor beide ploegen is het behoud het enige doel. Coutier Maas stelt de Nijer een eerste keer op de proef. In de herneming trapt hij nip naast. Real Gerardsbergen is dan op zijn beurt gevaarlijk. Trezigny zet ook de Nijs aan het werk, maar die weet wel raad met zijn schot. Net voor het einde van de eerste periode is Gerardsbergen nogmaals gevaarlijk. De bal vliegt tegen de paal en de Nijs haalt de bal voor de lijn weg. Goeie start van Waregem in de tweede periode. Een schot van de Nijs is goed voor een vierde strafcorner. Van der Velde schept en de Nijs doet wat hij moet doen, 0-1. Gerardsbergen neemt iets meer het initiatief, maar duidelijk is dat de Nijs wel vaker de pret bederft voor de thuisploeg. Maar halverwege de tweede periode is het lichte overwicht van de thuisploeg goed voor een vierde corner. Letouche schept, Trezigny koopt 1-1. Toch blijft het een wedstrijd van net niet. Van den Azevelde probeert het uit de tweede lijn, maar de deviatie van Letouche gaat naast. Maar ook Waregem heeft zijn momenten. Strakke bal van Maas naar Van den Broeke en zijn afgeweken schot gaat tegen het kader. Gerardsbergen opent in de derde periode met een mooie combinatie, maar duidelijk is dat er vandaag geen monsterscore op het bord zal komen. En dan is het opnieuw de beurt aan de bezoekers. Van den Velde opent op Van Poeke, maar Moerman is voor Gerardsbergen de redder in nood. Spannend blijft dit heel vroege zespuntenduel wel. Een afgeblokte voorzet leidt een kans in voor Van den Velde, maar ook nu is het net niet. Heel veel kansen voetballen de nieuwkomers niet bij elkaar en vooral Torben de Nijs haalt enkele keren de angel uit de aanval. Waregem begint het best aan de vierde periode. Een mooi driehoekje, kans voor Van den Broeke en die haalt er een vierde schepcorner uit. De Nijs brengt zijn ploeg dan opnieuw op voorsprong 1-2. Maar die voorsprong houden de West-Vlamingen maar 2 minuten vast. De trap van de Nijer uit de tweede lijn is ook goed voor een vierde schepcorner. Letouche en Trezigny klaren de klus 2-2. Waregem is niet van slag en trekt in de slotfase op zoek naar het winnende doelpunt. Een rush van Maas levert niks op. En ook Van den Velde komt nog heel dicht bij de 2-3. Maar in de slotfase komt er dan toch een winnaar uit de strijd. Kans in de omschakeling voor Van den Velde. Die wordt aangetikt en dat levert een rechtstreekse schepcorner op. De Nijs voor de derde keer deze avond. Waregem wint met 2-3. En dat is natuurlijk een droomstart voor de West-Vlamingen. De eerste match, ja, iedereen weet dat dat belangrijk is voor het starten. En zeker als nieuwkomer. Ik denk wel dat we met een goed gevoel naar volgende week naartoe kunnen. En hopen dat het weer een spannende match kan zijn. Het was vandaag wel gesloten, zoals iedereen denk ik wel kost verwachten. Maar ik ben blij dat we toch de 3 punten gehaald hebben. Ja, het is een eigen wedstrijd tussen 2 promovendi. En dan stel je vast bij beide ploegen toch wel wat krampachtigheid. Ja, ik denk dat er heel veel stress was bij alle 2e ploegen. En het was op schepcorners dat moest aankomen. Dus ja, als je geen goal maakt, wordt het moeilijk.